Hallo, ik ben Charleen. En ik ben Pien. De stelling is, een middagdutje is tijdverspilling. Ja, dat vind ik wel. Maar niet voor iedereen. Er zijn mensen die wel een middagdutje kunnen gebruiken. Maar zelf doe ik nooit een middagdutje. Want dan voel ik me nog te fit en te jong voor. Daar heb ik geen tijd voor, dus het zou best kunnen. Nee, dat is wel goed. Voor sommige mensen is het goed. Maar raak je dan niet heel erg uit je ritme? Nou, misschien voor oudere mensen niet. Voor jonge mensen zal dat moeilijker zijn. Maar oudere mensen, die hebben de baat bij. Dus jongere mensen, voor hun is het tijdverspilling? Ja, is tijdverspilling. In principe niet, maar voor mij wel. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want als ik overdag mijn huishouden ook bekijk, dan heb ik echt wel zoveel te doen. En dan vind ik het zonde om in mijn bed te gaan liggen. Zit wel wat in, ja. Als het is dat je 's avonds gewoon goed wil, 's nachts goed wil slapen, dan moet je gewoon 's middags lekker doorgaan. Dus dan is het tijdverspilling? Dan is het wel tijdverspilling. Ja, vind ik eigenlijk wel, want je kan wel veel doen in de middag. Ja, ik heb geen idee. Nee, kijk eens, ik ben dakloos of bierbeloofd, ik heb geen idee. Ja, ik vond het wel, want als ik dan ook nog eens huiswerk moet gaan doen, dan vind ik het wel tijdverspilling en dat doe je dan gewoon in de avond, ga je wat eerder naar bed. Ja, ik vind van wel, ja. Je kan met middagdutje kan je ook nog andere dingen doen. Dit was de video en we zijn erachter gekomen dat de meeste mensen het tijdverspilling vinden.